We zijn kerstmisverlof 2014. Er is weer een nieuwe versie van Linux Mint op de markt. En Rebecca, denk ik, als de naam me nog goed geheugen staat. Ik ben eens aan het installeren. Dit zijn alle programma's die ondertussen geïnstalleerd zijn. Een aantal zijn niet meer standaard, dat is te zeggen. Dit zorgt voor mijn wallpapers, dat is een nieuwe. Dit heb ik wel eens uitgetest, ImageWriter, dat je dus met Linux kan booten via een USB. Crossover is om spelletjes en Windows programma's te installeren op Linux zelf. De rest is allemaal vrij standaard. Hier is onze system info, dat we eens rustig kunnen kijken. Dus list Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit. De kernel, dat is een oude PC. Oh, ik denk toch wel, toch een 8 jaar oud. Het is een Core 2 Duo CPU, eigenlijk van gigabyte, vandaag dag zeer weinig, 100 gigabyte, dat is allemaal vrij pover voor de standaard van vandaag. Dus ik heb dat machine toch een tweede leven gegeven. Hoe doe je zoiets? Door eigenlijk een SSD harde schijf in te steken, dus in plaats van een standaard een gewone harde schijf erin te steken, koop je voor toch vandaag de dag zo'n 100 euro heb je 120 gig denk ik toch wel, of misschien zelfs meer. Dan ga je een paar vijzen achter op de achterkant van je laptop open vijzen, je haalt de externe harde, de interne harde schijf eruit en je plugt de SSD erin. Het is niet meer als een connectie, net zoals je een stekker in een stopcontact zou steken. Je kan dat niet missen. Dat is helemaal niet technisch. Kijk een aantal filmpjes van YouTube. En je oude laptop is dan terug een snelle laptop, want je SSD-scherm, harde schijf, is een supersnelle harde schijf, waardoor je dus dit effect krijgt dat alles vrij snel is. Je ziet ook die leuke effectjes, het doorzichtige schema. Er zijn een aantal dingen die ik al aangepast heb van het je. Battle.net, ik dacht eens WoW te installeren, World of Warcraft, via die crossover die hier staat. En dus ik kan dat gebruiken, dat is 15 dagen een demo. Maar ik ben er vandaag tot vandaag nog niet echt tevreden mee. Wat ik er heb op laten kunnen werken is Minecraft. Maar waarom werkt Minecraft? Omdat het eigenlijk draait op Java. Dus ik verschiet er niet van dat het eigenlijk werkt. De Conky Manager, dat is dit hier aan de zijkant, al die gegevens van de CPU gebruik, is momenteel hard aan het werken, want het is aan het opnemen. Simple Screen Recorder, dat is die rode, die is 41% bezig, 44% ondertussen. Die wallpaper die nu verandert, die verandert hierdoor, door die variety, dat is dat icoontje, en dit is de Screen Recorder. Wat valt er nog te zeggen? We zijn accessoires, all options.